ben weer buiten aan het lopen met mijn meisje, met mijn meisje. Ja. En ze moest even weer even wild plassen hoor. Even in beeld, ja. Ik ga vanavond en mijn moeder helpen met het bewerken van haar video's. Ja, dat heb ik beloofd. Dus belofte maakt schuld. Ja. Vind ik ook erg leuk om haar even te helpen. Dus we wachten het maar weer af hoe dat geweest gaat worden. Wat heb ik ook weer net allemaal gedaan? Ik heb allemaal linkjes gestuurd van mijn eigen YouTube kanaal. En ook eventjes van mijn moeder. Dus hopelijk weer op meer abonnees. / volgers. Dus we zijn lekker bezig met vloggen. We gaan gewoon weer verder met vloggen. Elke dag weer een nieuwe vlog. Ja. Dus dit wordt alleen maar leuker. Ja, dit wordt leuker. Dit wordt ook geweldiger. Ik ben weer blij. Kijk eens. Kom. Even kijken waar ze is. Ik zie haar nou niet. Nee. Ze zal wel ergens wezen, maar oké. Hoi. Al niet. Dan een slechte middag. Ja. Ook goed. Ja, wijfie. Kijk eens, ik heb... Bankie. Blijf. Yeah, hij schat. Oeh. Wat heb ik dan hier voor jou? Wat lekkers. Kusje. Wachten. Oeh, wat heb ik dan? Oeh. Oeh, wat heb ik dan? Hé, hey, wat heb ik dan? Wat heb ik dan voor lekkers dan? Oeh, ben jij een beetje ongeduldig vandaag? Hé, hey, ben je een beetje ongeduldig dan vandaag? Ben je een beetje ongeduldig? Wil je deze hebben dan? Wil je die hebben? Nee, wel, ben ik ook gemeen, hè? Ben ik ook gemeen. Ja, maar mama, ik wil vrolijk. Ik wil vrolijk voor jou. Waarom? Ja. Nog eentje dan? Dan gaan we aanlijnen. Wacht even. Ga ik je eerst even aanlijnen. Wachten. Oh, op. Zo. Wachten, zachtjes hè. Goed zo. Kom maar. Dat vind ik dus altijd geweldig. Leuk. Ja. Eventjes kunstjes laten doen. Waarom ook niet? Moet kunnen. Nee, het gaat toch niet regenen. Ik ben nou zonder jas. Maar ik heb gewoon weer geduld. Straks weer mijn mannetje bellen als hij weer onderweg is. Ja. Los, schat. Kom maar. Straks gewoon weer mijn mannetje bellen. Daar heb ik weer zin in. Ja, ik moet weer veel te lang alleen zijn. Zonder hem. En niet met hem. Nee, maar zonder hem. Ja, ik ben juist alleen maar weer blij als hij er is. Ja. Weer lekker grappig rollen. Knuffels. Kusjes geven. Ja, kusjes geven. Dat vind ik leuk. Waarom weet ik niet, maar... Ik vind het gewoon leuk. En mijn verpesten. Ja. Vind ik leuk. Hoi. Wat dan niet? Ze is allemaal vandaag een beetje chagrijnig of zo. Ik weet niet, maar... Ze zijn gewoon een beetje chagrijnig vandaag. Ja. Een beetje chagrijnig. Hey, wijfie. Hey. Ja, dan zullen jullie wel denken van... Hey, er mist wat aan bij de staart. Ja, dat klopt. Ik heb haar een beetje kort gewiekt daar. Want ze had dus een allergische reactie. Kijk. En wat ik dus van de week, vorige week wou filmen, dat was deze bord. Maar dat was niet goed op geweest. Maar hij is een beetje groen uitgeslagen. Ja, een beetje erg groen. Mag dat? Nee, hij moet schoon. Want anders kunnen daar alweer burgers overvallen. Ja, maar ik heb die bot niet gezien. Nee. Beter aan yoga open doen. Ja. Lekker in het park.
Weer eventjes heerlijk. Ja. Morgen mijn vriendin op de foto zetten, want die is zwanger. Een zwangerschapsshootje doen met haar, ook even gezellig. Het regent niet volgens mij, maar het is puur denk ik meer... Want daar is het droog, dus het is gewoon even van de bladeren. Ja. Lekkere wijfie, kom eens hier. Kijk eens. Titty. Dan niet, ik heb koekie voor jou. Kijk eens. Oeh, ik heb koekie voor jou. Koekie. Oeh, dat is lekker, mama. Ja? Oeh. Is het zo lekker dan? Wijfie, kijk eens. Is deze lekker? Wil je deze hebben dan? Wil je deze hebben dan? Kijk eens. Oeh, 1, 2. Ja, dan moet je wel vangen. Hé, hey, schat, kijk. Dan ga je precies daar zitten, terwijl ik je dan helemaal niet meer in beeld heb. Kijk eens. 1, 2. Vangen, goed zo. Ja, dat is lekker. Ja, je bent braaf, schat. Ga maar lekker spelen weer. Ja. Doe maar. Ik heb toch nog wel genoeg. Ja, ik heb toch nog wel genoeg, hoor. Daar niet van. Het ziet er niet uit, mensen. Ik weet het. Maar het is wel voor haar eigen best wel. Want ze heeft dus een allergische reactie op iets. Wat ik dus al eerder zei. En ze was alleen maar aan het bijten op dat plekje. Omdat ze daar al iets uitstraalde. Ze... Eventjes. Een beetje kaal gemaakt. Ze bijt ook niet meer. En ze krabt ook niet meer. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Het heeft wel dus effect. Dus nou weer even in de gaten houden. Zodra het weer begint. Dan is het gewoon salvie smeren. Dus. En het groeit toch wel weer aan. Dus alleen het is nu even geen gezicht. Maar ja, alles is voor haar. Ik doe alles voor haar. Ja. Het is hier zo'n lekker mooie omgeving. Ja. Kijk eens. Nee, kijken. Ook goed. Ja, maar kijken, schat. Nou, dat hondje die jullie net zagen is even mee geknuffeld. Even mee gesnuffeld. Knuffelen. Ik vind het helemaal geweldig. Ja. Als ze maar kan snuffelen. Hai. Ah, de grote tak is ook al weg hier. Ha! Oh, dat is mooi. Kijk eens. Kijk eens, schat. Oeh, koekie. Ik heb lekkers voor jou. Ja, ik heb lekkers voor jou. Ben je zo blij dan? Ja, je hoort voetstapjes. Kijk eens. Tut. Zit. Hé, hey, 2 vangen, hè? Nee, niet vangen. Is te moeilijk vangen. Ja, is moeilijk vangen, hè? Ja, dacht ik al. Kom maar. Kom mee. En het is hier zo lekker lopen. Lekker rustig. Wel af en toe een paar rondjes. Net moest ik haar eigenlijk aanlijnen, maar ik pakte gewoon mijn koekje. Dan ging ze ook lekker luisteren. Ja. Yeah. Hoe mooi kan het bos wezen, mensen. Echt. Hoe mooi kan het bos wezen, hè? Dit is toch geweldig mooi. Ja. En ze weet ook precies hoe ik loop, hoor. Ja. Dat weet ze al te goed. Laat jullie even genieten van het mooie omgeving hier. Ja. Hoe mooi het allemaal hier al is. Ja. Missie. Kijk eens. Kom.
Kom dan. Kom. Kom dan. Kijk eens. Oeh. Kom dan. Moet dat nou alweer? Ja, ga eens maar zit. Ga eens maar zit dan. Oeh, je kan het wel. Ja, kijk eens. 1, 2, en vangen. Goed zo. Kom maar, ga je weer mee? Ja, hè. Mijn meisje ben jij. Ja. Dat is echt mijn alles. Ja. Ik ben zo blij met haar, nog steeds. Ja, zo blij. Straalt ook voor me af, toch? Mijn meisje! Ga je daar kijken? Ook goed hoor. Laat maar kijken. Ja. Kom dan. Niet? Maar dan niet. Had ik het hier lekker mooi zien. Ook goed. Ja. Waar is je er weer? Alleen mama, het is een beetje koud aan bestaakt. Ja. Maar ik kreeg dus net even van dat vrouwtje te horen met dat witte Matthäus leeuwtje. En dat ze dit ook al een keertje hebben moeten doen. Omdat hun hondje dus ook al eens een keer een allergische reactie heeft gehad op het eten. En dat ging ook dus uitstralen naar de kont / staat. En dat was precies hetzelfde hoekje, zei ze al dus. Maar dat zei ze ook al, het groeit snel weer aan en bij honden. Dus wel ja, maakt helemaal niet uit. Als het maar weer beter voor jou is. Want je huppelt al wel weer lekker vrolijk voor een hond. En ze is ook al veel minder aan het krabben op de buik. Want was ook vaak met uitlaten. Ging ze ook lekker krabben. En dat is nou ook allemaal een stuk minder. Misschien dat het jullie ook opvalt. Ja, misschien. Weet het niet. Waar ben jij nou weer naartoe dan? Ze is weer vertrokken. Waar naartoe, weet ik niet. Zal wel. Ja. Moet echt wel weer de belletje aanpleuren. Kom maar. Oh, daar al. Ben jij daar alweer? Zo, jij kan snel. Jij doet het sneller als mij. Ja. Waarom ben jij nou weer sneller? Is niet leuk. Nee. Is ze niet grappig niet? Nee, is niet grappig niet. Nee. Dat is gewoon echt niet grappig. Nee. Maar waarom is het nou weer niet grappig? Ik weet het niet. Nee. Echt niet? Nou, is weer anders, hè? Ja. En dan spiegelbeeld kijken. Ja. Toen stond ze alweer daar in die korte periode tijd. We zijn op een overbruggetje heen, schatje. Hé. Hey. Mijn grote held. Mijn grote vriendin. Oeh, lekker zonnetje nou. Oh, heerlijk. Ga mee, schat. Kom maar. Ja, kom hier dan. Hé. Hey. Mino. Jij bent een Mino, jij, voor mij. Ja. Zonnetje schijnt lekker. Kom dan. Kom mee. Kom mee. Binnenkort weer even afspreken met Boef en Beer en Tante Felicia. Moeten we dat maar weer even doen dan? Ja, moeten we dat dan maar weer even doen binnenkort? Even afspreken. En met Boef en Beer en Tante Felicia.
Moeten we dat maar even weer doen dan? Oké, spelen. 1, 2. En vangen. Ja, goed zo. Ja. Keurig. Je weet hoe we het doen, hè? Zometeen hem het oversteken, schat. Oh, ik zie alweer een mooie paddenstoeltje, Jeroen. Yep, die ga ik maar binnenkort weer even fotograferen. Laat ik jullie nog lekker niks zien. Nee, Laat ik mijn mannetje wel van de week eventjes filmen. Vooral morgen weer, even achter de schermen. Ja. Ik wou net zeggen, waar blijf je in beeld, meid? Kom. Kom eens, kijk eens. Ja, naast mij. Alvast. Naast mij alvast. Goed zo. Nee. Hier, kijk eens. Hé. Hey. Kijk eens hier. Ja. Ja. Andere kant. Nee, naast mij, hè. Dat weet je. Ja, ik heb koekjes bij me. Dat is genaamd Vrolijk. Dat vindt ze helemaal geweldig. En dan luistert ze ook beter naar mij. Vrolijk doet een hoop. Ja, je weet hoe het moet, hè, zometeen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Goed zo, blijf. Blijf. En er komt daar niks aan. En er komt daar niks aan. En dan mag je meelopen. Ja. Kom eens hier, naast. Ik weet niet of jullie haar een beetje kunnen zien. Ja, hè? Ja. Hé. Hey. Die kant op. Ja. Dan mag je hier weer zo meteen weer gaan zitten, dat weet je. Ga zit. Ga zit. Zit. Keurig, kijk eens. 1, 2. En ga maar. Ja. Goed zo. Ja. Vind jou braaf. Dat ik jou braaf vind vandaag. Ja. Ik vind jou braaf. Zo, het werd nou maar net weer bevestigd hoe slecht ik voor mijn meisje ben. Want ik kwam net een vrouwtje tegen. Die had een chihuahuatje. Die was helemaal niks gewend. Die heeft ze net ongeveer een week of twee bij haar in huis. Die komt uit het buitenland. Als ik het goed begrijp. En die was alleen gewend om dus op luiers te plassen. Meer niet. Het kwam niet buiten niks. Dus ik liet mijn meisje liggen. Ik vroeg ook netjes van mag ik het een koekje geven? Mocht. Dus ik heb het ook een hele mooie vrolijk gegeven. Ik kreeg ook gelijk kusjes. En toen zei ze ook al van wat is dat een mooie hond van jou? Mag ik vragen wat voor kruising het is? Heb ik gezegd. Toen zei ze van zo en waren een normale hond en die zou al gaan springen tegen me op. Als ik mijn hondje op zou tillen. Ja, zij niet. Dus toen zei ze van nou dat vind ik heel knap hoe jij dat doet. Hoe jij dus je hond op hebt gevoed. Zo zie je maar weer hoe slecht ik voor de ben. Ik ben zo slecht. Ja, en ze heeft al een naam en dat ze hier al vals is. Nou, echt niet hoor. Mijn meisje hier vals? Verre van. Ze is echt niet vals. Wie dat nog één keer durft te zeggen tegen mij hier in mijn wijk, die krijgt een grote smol van me. Echt. Kom niet aan mijn meisje, want dan kom je aan mij. Ik heb nou heel rustig gehouden de afgelopen paar maandjes. Het is nou afgelopen. Kom niet aan mijn meisje, en dan kom je aan mij. Hé? Ja. Jij bent helemaal niet vals, hè? Nee. Alleen je hebt er soms geen zin in om te spelen. Nee. Nee. Sommige honden die zijn gewoon een beetje wat meer drukker. Ja, en jij niet meer. Nee. Dan wil jij gewoon even niet meer spelen. Nou, dat is toch helemaal niet erg? Sommige mensen vinden het erg. Van ja, maar ze wil niet meer spelen. Het is nog jong en ik ben er niet gewend van. Nee, en? En als ze niet wil spelen met je hond, dan lekker niet. Heb daar respect voor. Sommige honden willen dat niet. Nee. Sommige honden wel. Ja.
Dus, als je er niet respect voor hebt, dan blijf je lekker zo doorgaan. Heb je er respect voor, dan ga je normaal doen. Zo, dit hadden ze ook wel bij ons mogen doen, zo'n oversteek. Ja, dit hebben ze dus bij ons dus op de eerste deel niet gedaan, maar dat is echt puur voor de school. Ja. Ja, het gaat hier ook alweer hard. Ja, het gaat hier ook al razend snel. Kom maar, schat. Ga mee. Deze kant, wijfie. Kom maar. Kijk. Ja, ik zie een bekende bord. Ja. Ik wel. Ja. Schiet op nu, hè? Ja, toch? Dat wou ik zeggen. Is ook de bedoeling. Maar wanneer moet het hier ook alweer af zijn? Deze moet 13 oktober. 13 oktober, en dan gaan jullie weer daar beginnen. En dan gaan we de volgende. Mooi. Ja. Top. Dus nog 3 weken dan... Mooi. Ja. Mooi zo. Toch? Dat hoop ik wel, ja. En dan is dit weer een heel stuk weer rijbaar. Over 3 weken. Wel de bedoeling. Dat is mooi. Top. Werk ze. Dankjewel. Jo. Sorry voor de geluid. Een vraagje. Wat? Wacht eventjes, want anders horen jullie me toch lekker niet. Nee. Wat betekent deze twee borden? Vertel. Als je het weet, schrijf het even hieronder in de comment. En als je het niet weet, zeg het dan ook even hieronder in. En dan komen jullie er vanzelf wel achter. Mocht je vragen hebben wat voor bord dit is, vraag dan ook en dan krijgen jullie antwoord. Ja. Vind ik even grappig dit. Ja, dit vind ik leuk. Want ik moet al die borden namelijk uit mijn hoofd kennen. Dus. Nee, schatje, patatje, kom. Ja, en wat betekent deze dit bord? Ja. En deze twee borden dan? Ik zal hem even inzoomen. Wat betekent deze twee borden? Vertel het eens. Wil ik ook wel eens weten. Van jullie. Of jullie dat weten. Ja. Precies. Ga mee. Kom. We gaan hier alweer langs. Ja. Kom maar. Kom. Ik weet niet hoe je wil gaan lopen, schat. Juist. Goed zo. Kom maar. Ja, kom dan. En dan nog één laatste verkeersvraag. Wat betekent dit bord? En die. Dus hebben jullie... Kijken. Aardig wat borden wat jullie weer even op mogen krikken. Ja. Ga mee. Ja, yeah, goed zo. Kijk, even de katten. Hi. Hi, van de katten. Ja. Vertel. Wat heb je daar voor moois? Moet je ruiken. Oeh, dat ruikt behoorlijk sterk. Nee, dat is lekker. Ja, maar wel sterk. Ja. Sterk geduld bedoel ik. Ja, maar dat is wel goed. Dan kan ik helemaal niks zien natuurlijk. Oh, zo wel. Zo, weer heel goed georganiseerd. Hè? Nou, even kijken. Oké. Ja, het staat nog niet echt helemaal nog naar mijn zin. Dat komt zo meteen wel. Ook bij de assistentin? Wat? Die bakjes. Ja. Ah. Oh,
honden staan alweer te wachten op jou. Want jij bent met iets met brokjes bezig. Ja, en dit zijn de bloemenkoekjes voor het volk. Mm. En die had kruidvat laatst in de aanbieding. Okay. 2 zakken van 1,5 kilo voor 3 euro. Okay. Nou, pik in en ik heb je. Dan moet ik alles even beter indelen, want het is hier al één grote chaos. Dat jij chaos dan. Hè? Dat jij chaos dan. Ja, ik kan er gewoon heel, heel slecht tegen, chaos in mijn dingen hier ook. Okay. Dus dat doe ik even weer even goed indelen. Okay. Ja, val ook goed. Schroefje los. Heb ik alles voor de dieren hier? Dieren spul. Ja, alles voor de dieren. Laatste idee. Die daar. Ik hier ook allemaal zakjes voor hondenpoepzakjes. Schatje. Die kan je gratis krijgen? Ja. Dat is mooi. Bij de gemeente kan je dat vragen. En anders in bepaalde provincies. En dan heb je dus ook aan de prullenbak heb je dus nog zo'n bakje, nog zo'n houdertje waar je het allemaal uit kan halen. Oh, okay. Dus daar haal ik het ook uit. Dat is wel handig. Kijk, en dan doe ik hier al dus alles bovenop. Deze waar deze vandaan komt, weet ik niet. Ja. Die doen we dan weer daar nou naartoe. Wat is er mooi? Een leeg plak. Ja. Een hele lege plank weer, zowat je. Hmm. Maar daar komt wel weer zo meteen verandering in. Uh-huh. Die moet even daar naartoe, die moet zo meteen daar naartoe. Dat zeg ik, daar komt wel weer zo meteen verandering in. Daar niet van. Oké. Okay. Kijk, die dus in. En ik moet weer even extra halen voor mijn meisje. Ja, en wat denk je? Ik krijg gelijk weer. Dat hoort je al. Echt niet, ik moet gewoon weer even halen voor jou. Bij de dieren speciaalzaak. En anders weer eventjes bij de kelder, hè? Ja, bij de kelder, ja. Iemand anders zit ook wel te wachten. Ja, nou hebben ze weg. Kijk, allemaal troepen klerenzooi. Ja, allemaal troepen klerenzooi. Wil je wat lekkers dan, schat? Wat lekkers voor mama? Mag toch, als je even geduld hebt. Wat lekkers voor mij. Ja. Ga eens maar zitten. Oh, je zat al. Ja. Kijk. Uh-huh. Kijk. Put, andere put, high five, andere high five. Zo. Ga zitten. Ga zitten dan. Ja, de. Zit. Zachtjes, hè? Zachtjes. Zo. En toen. Zit. Zit. Kijk eens. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Kom hier. Nee, blijf, nee, dat ken jij wel, nee, 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 kom hier, nee, nee, blijf, nee, nee, blijf. Hé, Tutti. Ja, dat. 1, 2, 3, ja, je glijdt weg, hè. Hey. 2. Ja, overnieuw. Haha, overnieuw. Oh, dubbel high five. Vangen, hè? 1, 2. Ja, haha. Lekker ding. Toen waren we weer bezig met vloggen. Met een muziekje eronder. Ook leuk. Ze gekocht. Nou, ik nu hoor. En maar de GE.
Ja. Heb ik ze gekocht? Nou, ik niet hoor. Maar de GE. En hoe was de files? Zo, en dat is een aardig stuk. 3 uur lang in de file. Oh, ja, maar dit is een hele hand. Ja, dat is... Even checken of de geluidsniveau is goed. Morgenavond om 8 uur komt. 3 videotracks, ja, 2 audiotracks. Ja, ook leuk. Wilt het een beetje lekker lieverd? Ja hoor. Te laat met opnemen had ik begrepen. Ik zie het, ja. Groen licht. Groef en weg is ze. Kijk eens. Kom dan. Ja, ik kom niet. Niet. Kom eens. Cookie. Groef, daar is ze. Denk ik koplampen. Lopen. Kom maar. Hoi. Hoi. Hoe is het ermee? Ja, doen. Lekker, Twix. Twix? Oh. Ja. Yummy. Kijk maar, Twix. Ik zie het. Zo dan. Zit een felle lamp op of zo? Ja. Oké. Okay. Dat is mooi toch? Ja, hier. Alleen het is een beetje koud. Beetje koud. Hoe laat is het dan? Het is half in de nacht. 'S ochtends dus. Ja, even kijken. Kijken op een tijd, even kijken. 1:44. Is je meisje nou? Zie je er al. Hey. Kom dan, kijk eens. Oeh. Ik ben aan het uitspoken. Oh. Ik dacht weer, je gaat weer vallen, maar... Hak, oppie. Doe de kabouterdans nog eens een keertje. Huh? Kabouterdans. Weet ik dat? Ja, dat weet jij. Nee. Kabouterplop. Wacht even hoor. Ja, kom maar. Nee. Waarom niet? In de rondte stampen. Wat is het nou? Doe je handen in de hoogte en... Zijn armen in de lucht gaan niet zitten met een zucht. Tot nu rond zal de hand. Zo gaat de kabouter van de hand. Oké. Okay. Moet je nog maar een keertje leren aan mij dan. Zwaai je armen in de lucht en dan? Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stamp nu rond als een rand, zo gaat de kabouterdans. Oké, dus je armen in de lucht. Ja, dan ga ik jou filmen. Ja, is goed. Dus armen in de lucht. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stamp nu rond als een rand. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Zo gaat de kabouter. Ja, kom. Kom dan. Kom. Cookie. Je hebt net deze video uitgeplaatst. Ja. Nou mag jij weer lekker deze in je handen houden. Lekker puh.
goed met je? Ja, lekker. Even met je hand, vingers weg, juist. Hand, vingers zo. Weg. Zo. Kom dan, Bankie, kom. Rustig. Bankie. Kom. Hier. Oeh, daar gaat het bankje. Zo, waar ben je gezeten? Bah. You. Ja, je flikkert vanzelf van die bank af, hoor. Zag iets, hè? Ja, wacht, denk. Even aanlijnen. Blijf. Ga zit. Kom dan. Een lekker ding ben jij ook, hè? Wil je er nog een? Pas dan. Oeh. Ah. Zag eens. Nog één? Eentje voor me af te leren dan? Nee, deze hebben we dan. Nee, deze. Ja? Of niet? Ik ook erg, hè? Zachtjes, hè? Zo, kind. Kou voor jou. Kom maar. Even een kip. Zo. Top. Hè? Even een kip, toch? En van kip. Wat? En van kip. Wat? En van kip. Wat? Poulet. Wat? Kuritse. Wat? Kuritse. Wat? Kedemaya kuritse. Wat? Kedemaya kuritse. Wat? Het rusten. Zit je te wachten. Wat? James wat? Wat? James wat? Ja, James wat. Watman! Watman. Ja, laten we even de post checken. Hè? Dat moet wat vaker gebeuren. Ja. Dan hebben we daar een lampje. Dus. Doe niet, flats! Nee. Ja, en wat heb jij allemaal gedaan vandaag, schat? Een rollenspel. Zo, en een rollenspel. Een rollenspel met een keukenrol, toiletrol. Ik zie je zo wat niet, joh. Nee, bah! Ja. Ik erg wel? Nee. Ik ben niet erg, meneer. Nee, hè? Zeg maar gewoon nee. Nee, zeg maar niet. Nou, dat is niet lief. Nee, jullie zien me ook ons niet meer. Nee. U mag niet in de rood fietsen. Oh. Ja. Zo, en wat heb jij allemaal vandaag gedaan? En nou eens even luid en duidelijk spreken, AUB. Beter ja, articuleren. Beter articuleren? Ja. Dus we hebben vandaag bij de training gezeten. En normaal praten, AUB. Maar ik praat normaal. Nee, praat normaal, niet normaal. Normaal accent, maar dat geeft niet. Maar goed, we hebben vandaag rollenspel gehad. Ook wel leuk. Bij de training van de bekende kabelmaatschappij. Ja. En nou, ik had opdracht 5. Of ik bij een wat ouder huis de kabels wilde controleren. Want de meneer had blokken in beeld. Ah, gezellig. Dus moest ik daar naartoe even checken. Nou, een beetje ijsbreker, introductie. Van nou, een mooi huis hier. 19e eeuws. Oké, ja, daar was hij echt blij mee. Ja, ze wonen er net, dus oké. Dan zeg maar, zo binnen of. Of ja. Moet ik slofjes aantrekken? Je mag niet je schoenen uittrekken, dat is beleidspolitie. Ja. Dus moet je van slofjes aantrekken, dan mag je het huis in. Met je spullen. Dus ik had mijn DSQM-meter meegenomen. Dan mag ik alles doormeten. En nou, moet je doen alsof je dat gaat meten. Gewoon bord. Dan heb je een AOP, een WCD, VCR, een ACM. En wat andere leuke spulletjes. En de mediabox natuurlijk, want. Die deed het niet goed. Er zijn helemaal blokjes in beeld. Dus nou, ik meet het AOP. Nou, prima, signaal komt binnen. Kwaliteit is goed. Nou, WCD gemeten, ook goed. Meet ik de andere kant van de kabel, foute boel. Dus ik denk, van, nou, misschien ligt het aan die kabel. Dus ik pak een andere kabel, toevallig bij me. Sluit dat aan. Perfect beeld. Dus ja. Dan kijk ik, van, nou, misschien is die kabel wel verrot ergens. Bleek dus dat er iets van... Ja, en dat ratten of muizen aangeknaagd hebben.
Die zitten dus een beetje interferentie te veroorzaken. Dus ik zeg van, nou, dan leg ik zo meteen even kabels voor u neer. Heel kosteloos. Ja. En nou, die man blij. Die zegt van, nou, kan ik nog verder iets voor u doen? Ja, boven was ook nog slecht beeld. Nou, de boven, ja, beeld gerepareerd. En dan moet je altijd afsluiten van, zijn heeft nog verder nog vragen? Of kan ik iets voor u betekenen? En straks krijgt u nog wel misschien een enquête. Waarbij scores uitgedeeld worden van 1 tot en met 6. Zeg van, nou, dat is graag wel. Je doet het heel slecht. 7 en 8 zeggen van, nou, okay, het is wel goed, maar niet uitmuntend. En 9 en 10, dan is een plus score, een positieve score. Mooi. Dan kan je als monteur dus wat in waarde stijgen voor het bedrijf. Dan krijg je dus wat leuke opdrachten of iets anders. Maar daar zijn ze dus blij mee. Dus bij de meeste mensen geven een 7, ja, het is goed. Ja, dat is dus een neutrale score, daar heb je niks aan als monteur. Nee. En nou, meneer was blij, dus ze hebben afscheid genomen netjes. Nou, daarna word je geëvalueerd. En nou, dat krijg je dan voor cijfer een 8,5. Ik denk van oké, er was nog ruimte voor verbetering. Maar ja, goed. Hè, het is een rollenspel, dus dan doe je dingen wat sneller dan normaal. En nou, dat ging dus goed. Ik was degene met de hoogste score, dus dat is wel mooi op zich. Mooi, en er heeft iemand daar ook nog wat te melden volgens mij. Die heeft er genoeg van. Nee hè? Nee. Oké, dus rollenspel waren dus 5 monteurs die gingen aan bod en 5 klanten. En de rest van de kandidaten ging evalueren. Ja. Yeah. En dan krijg je dus kritiek te horen van positief of negatief, of opbouwen, laat ik zo zeggen. Ja. Yeah. En er was één iemand dat afkrakende kritiek op mij. Oh, gezellig. Ja, dus de andere kandidaten zaten hem weer af te kraken van dat is niet goed wat je doet. Dat vond ik ook wel grappig. En leuk. Jazeker, dat is echt leuk. En toen nog, even kijken, wat heb ik er nog meer gedaan? Dus nog wat ja, andere klantcontactmomenten van hoe moet je met de dingen omgaan. Ja. En ja, om 4 uur was het weer gedaan. Dus dan zijn we weer naar huis gereisd, zeg maar. Gereisd nog wel, open op de racebaan. Ja, op de race snel weg. Maar ja, leuke liedjes duren nooit lang, want er stond weer file. En dan kan je niet racen. De anderen willen niet meedoen. Dat is wel jammer. Dat is heel jammer. Maar goed, het is wel veiliger rijden dan gereden. Mooi. En ik had zo het idee dat de snelheidsmeter de 150 even ietsje overschreed. Dat is leuk. Op bepaalde plekken. Volgens mij gaat er een iets andere snelheidslimiet dan. Ja, volg je lijn? Dan 130. Goed zo, ja. Volgens mij was dat een 80 kilometer, hè? Want er was zo'n tweebaansweg met van die dubbele strepen in het midden. Met geen groen en geen andere kleur in het midden. Mooi. En niet geblokt, niet gestreept, maar gewoon dubbele lijnen. Vast. Ah. Dus ja, mag je niet inhalen. Tot ook een bordje met een. Rode rand. Ja. Wit in het midden. Ja. En er stond een tractor. Ja, gezellig. Dus dan denk ik van ja, daar gelden toch wat andere dingen. Dat denk ik wel, ja. En wat heb je gegeten vanavond? Gebakken boerenkool van gisteren. En was lekker? Het was het beste doen. Mooi. Zeker voor iemand die niet van groente houdt. Het beste doen, dat wil zeggen dat je een score van 7 krijgt. Een schaal van 5. Toch? Dat is toch goed als je een schaal van 5 hebt en je krijgt een 7. Nou, dat is niet leuk. Waarom is dat niet leuk? Omdat dat niet leuk is. Een schaal van 1 tot 5. Ja. En je krijgt een 7. Nee, is niet leuk. Dat moet je overschreden. Dus dat kan niet. Moet jij een koekje hebben? Ja, lekker, dank je. Dan is het niet echt lekker. Een beetje droger. Ja, echt hè? Nee. Maar dan wilde iemand anders wel wat lekkers. Kijk dan eens, kijk daar. Oeh, nee. Moet je, Mutti, kijk. Moet je ook wel zeggen, kijk. Kijk, kijk eens. Hé, hey, doe. Kijk eens daar. Oh, dat ben je ook lief. Ja. Jij wel.